In Nederland zijn er diverse subsidieregelingen in het leven geroepen om verduurzaming te stimuleren. De zogenaamde SDE+-regeling moet ervoor zorgen dat bedrijven en instellingen hernieuwbare energie gaan produceren. Maar waarom stoppen bij bedrijven of instellingen? Netwerk Duurzame Dorpen vindt dat duurzaamheid begint in je eigen woonplaats. Binnen dat kader spreken we met Johan Kiewiet en Anton van Wijk. Netwerk Duurzame Dorpen is een netwerk waar alle dorpen zich bij aan kunnen sluiten om duurzame initiatieven met elkaar te delen. Het doel is om zoveel mogelijk dorpen aan dat netwerk aan te sluiten, van elkaar te kunnen leren, met als doel die zoveel mogelijk inwoners in dat dorp erbij te betrekken en op die manier de duurzaamheid te versnellen. Een netwerk is nodig om alle dorpen met elkaar in contact te brengen, zodat je de sociale cohesie van één dorp ook over kan brengen op andere dorpen. Op Ameland hebben we dat geprobeerd te doen. We zijn vrij succesvol geweest met het opzetten van een energiecoöperatie. En op die manier hebben we geld uit de energierekening gehaald en teruggesluist naar Ameland. Daar hebben we een groot zonnepark van gebouwd, 23.000 zonnepanelen. En op die manier, met dat succesverhaal, proberen we ook andere dorpen te inspireren daarmee aan de slag te gaan. Heeg is zo'n dorp dat hiermee aan de slag ging om samen te verduurzamen. We staan hier bij het Heegmermeer in Heeg. En achter mij zie je een prachtig gebouw, neergezet door de watersportvereniging samen met de stichting Tjottervloot. En eigenlijk volledig door vrijwilligers opgebouwd. Heel veel geld van de gemeenschap erin. 60, 65 zonnepanelen op het dak. Prachtig voorbeeld hoe je samen met de gemeenschap iets neer kan zetten. Samen met de lokale energiecoöperatie en de lokale installateur hebben we samen gewerkt om onder andere een warmtepomp te realiseren die de warmte uit het water van het meer haalt en gebruikt om het gebouw te verwarmen in de wintermaanden. Maar Heeg wil meer. De SDE+-subsidie biedt helaas geen oplossing voor dit soort initiatieven, ondanks dat er veel sociaal draagvlak is. Hier moet iets aan veranderen. Wat we graag willen is dat er een subsidie komt voor de lokale initiatieven, waar dus al draagvlak is vanuit de gemeenschap. En dat ondersteunen, zodat we het samen kunnen realiseren en dat het initiatief uit de gemeenschap komt, maar ook de zeggenschap uit het gemeenschap en het geld ook weer terugvloeit naar de gemeenschap. Mienskipsenergie, dat is wat we willen.